Hoi en welkom bij Voor Horeca, waar de studenten er voor de horeca zijn. Als je nou voor het eerst kijkt, zal ik even kort uitleggen wat wij doen. Wij willen de horeca ondersteunen en daarom nemen wij verschillende soorten workshops op, zodat jullie thuis een beetje vermaak hebben. Nou, vandaag staan we bij Het Veen en vandaag gaan we bier brouwen. Superleuk! En we hebben weer een leuke winactie, dus blijf vooral kijken. Ik sta hier samen met Niels en Niels, stel je zo weer voor. Nou, ik ben Niels van Zoverboom. Ik ben ambassadeur keukenhulp, barman, eigenaar van Het Veen Eten en Drinken. Daarnaast ben ik biersommelier en ben ik ook brouwmeester. Ja, want we staan hier in een kleine brouwerij. Ja. Kan je me precies vertellen wat, hoe het gaat, wat jullie hier doen? Dit is een kleine nanobrouwerij. We maken hier batches van rond de 100 liter, 120 liter per keer. Ik weet niet precies of het de camera het kan zien, maar de brouwinstallatie hier ook bestaan uit drie ketels. Eentje voor warm water, eentje waar we zogenaamd maïs en een kookketel. En daar vandaan, na afloop poppen we het naar een van deze twee. Dit zijn giflagertanks, dus hier vindt de vergisting plaats in het laden van bier. Waarna we het afvullen op fles en fust. Oké, en hoe lang moet het in de tank zitten? Een beetje of vier. Oké. Het hangt een beetje af van het soort bier. De ene heeft wat lange lager in nodig, de ander gaat wat snel. Oké. Nou, wij gaan zo meteen hier bier brouwen als het goed is. Wat gaan we in de keuken doen? En dat gaan jullie samen doen met Laura. We zijn nu in de keuken. Ik heb even mijn handen gewassen en mijn haar de staart gedaan natuurlijk. Wat hebben we allemaal nodig voor het bier? Ik stel voor dat we een triple gaan brouwen dit keer. Lekker. Daar hebben we mout nodig, geschoten mout in dit geval. Dat is voor jullie het makkelijkste. Dat is gewoon geschoten bestelbaar. We gebruiken dit keer een moutzak, omdat dat ook makkelijk is. Verder hebben we hop nodig en we hebben gist nodig en een thermometer. Nou, heel eenvoudig. Laten we beginnen. Ik heb hier dus pilsmout en pale ale mout. Het is al geschoten, dat wil zeggen dat het zetmeellichaam wat erin zit, dat is een soort met gekneusd. Maar het kaf, dat is nog heel, dat hebben we nodig voor de filtratie. Verder hebben we hop. Dit is in pellets gedrukt. Dit is saashop. Lekker Tsjechische frisse hop. En daarnaast deze vriendjes. Een duur woord, de Saccharomyces cerevisiae. Die maken van het stroperige zoete sapje wat we zo meteen gaan maken, maken ze bier. Dan gaan we nu echt beginnen. Wat is de eerste stap? Ik heb water opgezet. We hebben ongeveer 15 liter water nodig. We gaan 10 liter bier brouwen trouwens. 15 liter water heb ik opstaan. Ik heb een hopzak erin zitten. Of een moutzak erin zitten. En als jij de mout aan wil geven, dan gaan we dat erin doen. Oké. En hoeveel duur je er nu in? Is dit gewoon op de gok? Of? Nee, dit is zeker wel afgemeten. Er zit 2,5 kilo pilsmout in, er zit 650 gram pale ale mout in. Er zit wat haver, tarwevlokken zit erin. Mm-hmm. En aan het eind gaan we nog wat suiker toevoegen voor de alcohol. Oké. Extra. Hartstikke idee. Yes. Dit doen we op een temperatuur van 55 graden in eerste instantie en daarna gaan we verhitten. Oké, wat zijn we nu aan het doen? Nou, we zijn dus aan het verhitten. We zitten nu op 63 graden. Hier op dit moment gebeurt er een ingewikkeld proces. In de mout zitten enzymen en enzymen die zetten zetmeel om in suikers. Yeah. Voor de biologen, natuurkundigen onder ons, zetmeel is een aantal hele lange suikerketens. Uh-huh. En de suikers die we nodig hebben zijn hele korte suikers. Want die kunnen de gist namelijk zo meteen opeten en omzetten in alcohol. En dat willen we. Uh-huh. En die enzymen die werken op bepaalde temperaturen werken die het beste. Eén soort werkt heel goed rond de 63 graden. Uh-huh. Dus daar zitten we nu op. Daar houden we een half uurtje op. En daarna verhitten we hem door naar 72 graden waar de andere enzymen de laatste zetmeel omzetten. Many, many minutes later. Hoe ver zijn we nu? Nou, we hebben dus die 30 minuten op 63 graden gezeten. We hebben daarna doorverhit in 72, waar we 20 minuten op gezeten. Nu is die 78 graden, hebben we al 5 minuutjes gedaan. Dus wat mij betreft is die klaar en kan die eruit. Oké, ik ben benieuwd. Zijn we hier assisteren? Ja, is goed. Dat doen we heel langzaam, dat zoveel mogelijk vocht. Ik hou er niet aan van. Ik heb hem hoor. Ja, hè? Ja. Dat ga ik wel lekker.
Zo. Oké, okay, top. Nu gaan we doorfritten naar 100 graden. Mm-hmm. En dan laten we nog een uurtje koken. Oké, okay, top. Dit trouwens is perfect spul voor veevoer. Dit noemen ze borstel wat er overblijft. En ja, dat gaat dus naar de koeien en naar de varkens. Oké, okay, dat doen jullie ook al? Nou, wij niet. We zijn wel een beetje klein. Maar ja. Dus bijvoorbeeld in de buurt van Heineken zie je die wagens rijden van Bonda. Ja. En die brengen dit dus en mengen door het veevoer. 1 hour later. Wat hebben jullie in ons hand? Dit is hop. Om precies te zijn de onbevruchte vrouwelijke bloembellen van de hopplant. En die gaan we toevoegen aan de bord. Wat we nu hebben, dat noemen we bord met een T. Ga je gang. Oké, okay, we zijn nu 50 minuten verder en we gaan nu nog een keer hop erin doen. Waarvoor is dat? Nou, de eerste keer hebben we hop toegevoegd en nu dus nog een keertje. In de hop zit een stofje en die wordt op het moment dat die gekookt wordt, wordt die bitter. Dus daar komt de bitterheid van in het bier komt daar vandaan. Mm-hmm. En dat heeft ongeveer wel een, daarvoor moet je echt wel een uurtje koken om die bitterheid eruit te onttrekken. En er moeten nog wel bepaalde stofjes die je niet in je bier wil hebben, wil je er ook uitkoken. Als je dat te kort kookt, dan gaat je bier naar gekookte groenten smaken. Dat wil je echt niet hebben. Nee. Maar door dat koken zijn juist andere stoffen die in de hop zitten, die juist het specifieke aroma geven, die zijn eruit gekookt. Dus daarom doen we nog een kleine hopgift, zo 5 minuutjes, 10 minuutjes voor het eind. En om zowel de bitterheid te hebben als de hoparoma's die we in onze drippel willen hebben. Oké. Dus, ja, doe maar in. En dan nu nog heel even koken. Ja. En omdat we lekker veel alcohol willen hebben in onze drippel, doen we nog een beetje extra suiker erbij. En hoeveel gram doe je nu erbij? Dus 250 gram. Oké. Okay. Suiker wordt rechtstreeks omgezet in alcohol en CO2 door de gist. Dus okay, ja. Er komt verder geen smaak aan. Het heeft alleen maar extra alcohol. Ja, nou, het heeft nu dus uurtje gekookt, hop, is allemaal omgezet en zit erin. Mm-hmm. Nu gaan we het in een gistvaatje zetten. Dit kan ook een emmer zijn. Het belangrijkste is dat er een waterslot op zit. Nou, die kan je ook gewoon bij elke brouwwinkel bij die kopen. Dat kost niet zo heel veel, dus dat is best wel de investering waard. Ik trek hem nog wel even door een zeefje heen. Dit is gewoon een moederstijdoek. En dan blijven hopresjes blijven achter. Dan krijg je dus een heldere vloeistof die hierin gaat. En dat gaan we dus nu doen. Ben je vast aan? Ja. Zo, laatste beetje. Hop. Hier gaan we zo meteen gist bij doen, maar gist heeft het liefst de kamertemperatuur. Mm-hmm. Als we nu de gist bij doen, dan sterft die meteen af. Dus we zetten hem zo meteen even in de koelkast, tot die 20 graden is. En dan doen we de gist erbij, dat zijn deze jongetjes. Een grammetje of 10 strooien we erover uit. Dan doen we de deksel erop. En hierboven zit dus een waterslot, hier doe je een beetje water in, die erop. En dan zo op het gistvat. Oké. Okay. Dan zetten we hem buiten de koelkast. Op een graad of 20 houden. Dan, als het goed is, gaat dan morgen, na een paar uurtjes, gaat die gist, de suiker die erop zit, mm-hmm. die gaat die opeten en die zet die om in CO2 en alcohol. En dan zal je zien dat die CO2 eruit moet. Dan zal deze een beetje gaan klepperen. Oké. Okay. Dat doet hij een dag of 3. Als die gestopt is met klepperen, zeg maar, dan is de hoofdvergisting geweest. Dan moeten we nog lageren. Laten we nog een week of 6 laten we hem, als jullie hier geduld op kunnen brengen, laten we hem staan. Gewoon op kamertemperatuur. En dan vervolgens kunnen we hem bottelen. Dat kan je gewoon in beugelflessen doen, dat is het makkelijkste. Dat kan je gewoon afsluiten. Dus daar doe je hem in verdelen. En dan doen we er nog wel 6 gram per liter suiker doen we erop. Dan zal die in de fles nog een beetje navergisten, want je begrijpt natuurlijk wel als je hem zo staan dat alle koolzuur eruit is. Ja. Als je dan nog een klein beetje suiker erbij doet in de flesjes, dan gaat die in de fles navergisten. Dan maakt hij opnieuw een klein beetje alcohol en CO2 en dan blijft hij op druk staan. Als je hem dan nog 2-3 dagen in de koelkast zetten, dan kan je daarna poppen okay, en proosten. That's it! Nou, omdat het natuurlijk best wel lang duurt voordat het bier helemaal klaar is, duurt natuurlijk een paar weken. Gaan we nu jullie eigen biertjes even proeven? Ja.
Wat heb jij hier in aanbieding? Ons huisbier van het achterrekkie. Het achterrekkie is lokaal woord, dus iets als bagage dragen van een fiets. Ja. Daar is naar benoemd, omdat ik mijn eigen bier altijd ergens anders gedronken had. En dan gingen we naartoe op de fiets met een kratje bier op het achterrekkie. En hiernaast hebben we op Veense wijze, het is een beetje een zinspeling tussen Weidsen en op onze eigen manier. Ja, het is een soort met Weidsen, maar we hebben een aantal dingen toegevoegd waardoor het eigenlijk geen Weidsen mag eten. Dus onze eigen Veense wijze. Oké, en de smaken van deze biertjes? Dit is een blond bier met Belgisch gistam, waar we wat Amarillo en Cascade toegevoegd hebben. Laatst de leethopping, dus de hop al als laatst toegevoegd hebben. En die geven wat citrustonen. Een Weidsenachtig is altijd een beetje, er zit op tarwebasis, dus daar is een beetje weeg, room op mond gevoel. En daar zit echt wel een beetje geur van banaantjes en krijtnagel aan. Oké, ik ben benieuwd. Ja. Jij hebt nog een leuk trucje om de biertjes open te maken. Nou ja, leuk trucje wil ik niet echt zeggen, maar ja, het gebeurt natuurlijk wel dat je geen opener in de buurt hebt. Dus dan kan het allemaal met een aansteker. En wat daar gedaan, als je je hand zo eromheen houdt, dan kan je gewoon met je... Ik ben links. Zo, open. Oké, doe ik het wel vanaf deze kant? Ja. Je moet, zorg dat je... Hoe doe jij hem zo? Ja, maar naar hier pak, aan die kant, dan heb je... Ja. Hé, hey, oh. Één keer! Nou, daar gaan we! Proost! Goed gelukt. Ja, lekker. Ja, top. Ja. Dan hadden we nog wat vragen voor jou, want we zitten natuurlijk nu in de coronacrisis. Ja. En wij vroegen ons af, hoe zijn jullie er hiermee omgegaan? In eerste instantie had ik heel goed gevoel bij dat er gezegd werd van oké, al horeca moet dicht. Mm-hmm. Wat, ja, volle seizoen, dat vind ik echt een belangrijk dingetje. Ja. Maar toen dachten we van nou, het zal een week of twee of drie duren. En zo hebben we het uitgelaten, want er zat klusjes te doen om die paar weken door te komen. Ja, precies. Na verloop van tijd bleek toch wel dat het heel veel langer ging duren. Ja. En hebben we toch iets met takeaway gedaan. Er zijn er hier een aantal die dat al doen, dus wat wij normaal gesproken de kaart hebben, een theetje, zwerf, etcetera, dat werd overal al gedaan. Wij hebben hier ook daarnaast nog een menu, zeg maar, dat noemen wij dan de Veense hakbas. Dat zijn verschillende volgerechtjes op een plank en dan verschillende kleine hoofdgerechtjes en dan nog een verschillende nagerechtjes waar je echt de hele avond kan tafelen. Maar het idee is natuurlijk altijd wel, dat is nadeel van tekenweten, als je iets van een voorgerecht en een hoofdgerecht doet, dat je hoofdgerecht dan koud is. Ja. Dus uiteindelijk hebben we verzonnen dat het heel goed te doen is om die gerechtjes klein te verpakken en dan thuis nog even in de oven te doen. Ja. Zodat je dus thuis de hele avond kan tafelen. Ja, lekker. En dat hebben we een week of vier hebben we dat gedaan. En gelukkig mogen we maandag weer, mogen we weer los en dan gaan we weer ons normale ding doen. Ja, gaaf. Ja. Wat waren de reacties op jullie, de hapas, zeg maar? Ja, dat ging heel goed. Dat was heel positief. Je merkt ook wel dat iedereen heel erg betrokken is bij hun restaurantje, hun kroegje, hun lokale winkeltje. Ja. Ook bij de bakker en de slager en ook bij de kapper bij wijze van spreken. Dat iedereen toch wel heel saamhorig en daarvoor wil zijn. Steunen, dat voelt wel heel goed. Ja, Ja. En wat zijn nu de plannen voor 1 juni? Er moet natuurlijk wel rekening worden gehouden met de maatregelen. Ja. Hoe gaan jullie het aanpakken? We hebben een aantal gedeelten bij ons in onze zaak. Ja. Voor hebben we een café-gedeelte, daar kunnen we ongeveer 25 man kwijt volgens de regels. Okay. Hiernaast de zaal, daar hebben we al looplijnen uitgezet met tapejes op de vloer, dat heb je net kunnen zien. Ja. Hier op het terras hebben we echt wel heel veel ruimte. Ja, en hier kunnen we wel een man of 60 kwijt, maar ja, je bent wel heel erg weersafhankelijk. Ja, dus, zeker. We van de week hebben we al met de medewerkers gesprekken gevoerd hoe we dat gaan doen. Ja. Volgens de protocollen zal het eerst, dus iedereen moet reserveren. Ja. We zullen van tevoren vragen of iedereen gezond is. Ja. Nu, bij aankomst doen we dat nog een keer, die check. En dan brengen we ze naar hun tafel toe. Ze hebben wel een vaste tafel. Ja, precies. Het mag niet staan, het moet echt zitten. Er mag eens twee keer aan tafel, dat is een... voor ons een winstpunt in ieder geval. Ja. En met families mag je dan eventueel, als het een duurzaam huishouden is, nog met z'n vier aan tafel zitten. Ja. Dus daar hebben we ons terras zo ingedeeld dat we daar zoveel mogelijk mensen kunnen
hartstikke welkom. Ja, top. Maar het zal wel heel spannend worden. Ik ben wel heel benieuwd hoe de reactie is naar, van de gasten. Ja. Ja. Het is allemaal echt wel spannend. Ja, precies. En gaan jullie dan ook nog die hapjes bezorgen als jullie weer open gaan? Nee, dat koppelen we los. Dat, okay. Alleen hier hebben. Ja, okay. Als we inderdaad die 60 man hier op het terras 80 kunnen. En dan, ja, dan hebben we al aardig werker. Ja, daar hebben we wel een soort met mazzel mee. Wat dat betreft zijn er een hoop collega's die die ruimte niet hebben. En voor hen wordt het nog lastiger. Ja. Dus het wordt nog een. De volgende wat hier achteraan komt, wordt nog aardig net zo spannend als, als de periode die we net achter de rug hebben. Ja, maar je kan wel lekker aan de slag. We kunnen in ieder geval wel lekker aan de slag. Dat is wel heel erg fijn. Ja. Dus, heb jij nog iets wat je aan de kijkers in deze video kijkt kwijt wilt? Nee, ja. Zoek gewoon lekker weer je cafeetje, je restaurantje zo met een oppassend kan. Ja. Begrijp dat het allemaal even lastig is en dat de maatregelen zo zijn zoals ze zijn. Ja. Als we daar allemaal een beetje begrip voor hebben, dan kunnen we hopelijk nog jaren en jaren genieten van ons kroegje en ons restaurantje. En dan uiteindelijk komt het allemaal wel weer goed. Ja. Natuurlijk willen wij het Veen bedanken dat we hier vandaag mochten zijn en dat we deze workshop hebben opgenomen. Drink je nou ook wel eens een lekker biertje op het terras of iets anders? Dan kan je jouw favoriete horeca gelegenheid natuurlijk ook steunen via het linkje hier in de beschrijving. Wij hebben natuurlijk ook nog een leuke winactie van vandaag. Wij willen jullie vragen om zelf thuis ook het bierbrouwproces dat wij vandaag hebben uitgevoerd ook thuis te gaan proberen. Dat kan je delen op Instagram, tag ons dan even erin. Als je nou de spullen thuis niet hebt om zelf bier te brouwen of er geen geld aan wil uitgeven, dan hebben we een andere leuke actie. Je kan namelijk ook proberen om op een zo creatief mogelijke manier een biertje te openen. En dit kan je ook even delen op Instagram en ons daarin taggen. En dan maak je ook kans op een superleuk pakket. Mocht je nou benieuwd zijn naar de volgende video, volg ons dan ook eventjes op Instagram. En zo blijven we in ieder geval op de hoogte. Wij willen jullie ontzettend bedanken voor het kijken naar deze video. En we hopen jullie natuurlijk te zien bij de volgende. Doei!